Goedemorgen, welkom bij dit webinar van AMBO over de zorgverzekeringen voor volgend jaar. Ik zal ons even voorstellen. Mijn naam is Renate Evers, ik ben de woordvoerder van AMBO. Naast mij staat Jeroen Vaassen van Heilbron, onze vaste partner op het gebied van zorgverzekeringen. En aan het einde ziet u staan Yvette Sens, senior marketeer bij AMBO. En zij gaat u straks van alles vertellen over ons AMBO zorgcollectief. Wij hebben tijdens dit webinar ook een aantal vragen voor u. En die kunt u dus beantwoorden door in de chatfunctie rechts onderin uw naam in te vullen. En als er dan een vraag wordt gesteld, dan klikt u op de chatfunctie en dan kan u op het gewenste antwoord klikken. Het gaat tijdens dit webinar over de zorgverzekering voor volgend jaar. Want als u wilt overstappen, dan is dit het moment. U kunt altijd goed bekijken of de verzekering die u nu hebt nog goed bij u past. Vooral omdat de collectieve korting op de basisverzekering verdwijnt. En AMBO heeft in plaats daarvan wel met een aantal verzekeraars hele mooie afspraken kunnen maken over de aanvullende verzekering en kortingen daarop. En Yvette vertelt daar dus straks meer over. Het eerste deel van het webinar, samen met Jeroen, hebben we het over de verschillende basisverzekeringen, de aanvullende verzekeringen en waar u op moet letten als u eventueel zou willen overstappen. U kunt ook tijdens dit webinar vragen stellen aan ons, dus via de chatfunctie ook. Die proberen wij zoveel mogelijk te beantwoorden al tijdens dit webinar. En als dat niet lukt, dan komen de antwoorden achteraf op de AMBO webinarpagina. En dan kunt u het daar nog eens rustig nalezen. En als u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, dan verwijzen we u graag naar de zorgadvieslijn. En daarover hoort u ook later in dit webinar meer. Laten we beginnen met een overzicht van de basisverzekeringen. Jeroen, daarin hebben we verschillende soorten. Kan je dat uitleggen? Ja, er zijn vier verschillende soorten basisverzekeringen te onderscheiden. De bekendste is de Naturapolis. Dat is ook degene waar de meeste mensen gebruik van maken. Het aardige van de Naturapolis is dat je daar bij alle ziekenhuizen waar een verzekeraar een contract mee heeft gesloten, dat je daar volledige vergoeding kan verwachten. Er is nog wel eens een discussie onder mensen van, nou, zijn dan alle ziekenhuizen wel gecontracteerd? Ik meen dat komend jaar zo goed als alle verzekeraars in de Naturapolis alle ziekenhuizen hebben gecontracteerd. Mocht het onverhoopt voorkomen dat je toch ergens terecht komt waar geen contract is, of dat u bang bent dat gaat gebeuren, dan moet je er natuurlijk wel rekening mee houden dat je een deel van de rekening zelf moet betalen. En dat kan oplopen tot 25% van de rekening. Maar zoals gezegd, in de praktijk gebeurt dat eigenlijk vanuit de Naturapolis niet of nauwelijks. Het geldt overigens niet alleen voor de ziekenhuizen, geldt ook voor fysiotherapeuten en andere zorgverleners in Nederland. Daarnaast, ook niet geheel onbekend denk ik, is de restitutieverzekering. Daar geldt een volledig vrije keuze van zorgverlener. Je hoeft dus ook nooit zelf een rekening te betalen. Tenzij de rekening zodanig exorbitant hoog is dat de verzekeraar zegt van nou, volgens mij gaat hier iets niet helemaal goed. Maar ook dat is iets wat ik in de praktijk zelf in ieder geval nooit heb meegemaakt. Dus dat zijn de belangrijkste twee die wij in ieder geval kennen. Natura, daar waar gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners zijn aangesloten. En de restitutie, dat je overal binnen kan lopen. Dan zijn er nog twee andere, die zijn relatief nieuw. En met relatief bedoel ik dat het al wel een aantal jaar bestaat. De combinatiepolis, nou, de naam zegt het al denk ik, dat combineert Natura en restitutie. Natura-vergoeding geldt binnen de combinatiepolis bij de meeste verzekeraars die deze polis voeren voor GGZ en wijkverpleging. En de andere vormen van zorg, ziekenhuiszorg, et cetera, is er gewoon sprake van een restitutiedekking. Ook hier geldt natuurlijk wel weer dat als je dan bij een niet gecontracteerde partij terecht zou komen, bijvoorbeeld bij wijkverpleging, dat is je goed recht om daar natuurlijk gebruik van te maken, maar hou rekening mee dat je zelf een deel moet bijbetalen. En nummer vier is de budgetpolis. Dat is in de kern een Naturapolis. Want er is sprake van gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners, alleen zijn er minder. En dat betekent ook dat de premie van de budgetpolis over het algemeen wat lager ligt dan bij de andere drie.
Want je hebt nu eenmaal minder keus. Dat is voor mensen die in Amsterdam wonen niet zo erg, want daar barst het van de ziekenhuizen. Kan er altijd wel eentje tussen zitten, maar woon je wat verder buiten de Randstad, dan kan dat wel voor een probleem opleveren. En veel verzekeringszaken die regel je daar online. Dus in de kern zijn dat de belangrijkste eigenschappen van deze vier varianten. Oké, en dan heb je binnen de basisverzekering heb je te maken ook nog met een eigen bijdrage en een eigen risico. Kan je uitleggen wat dat nou inhoudt? Ja, dat klopt. Dan pakken we die er even bij. Eigen bijdrage, eigen risico. Mensen willen nog wel eens dingen door elkaar halen. En dat is ook niet zo gek, want allebei zit het woord eigen erin. Je moet ook zelf een deel betalen. Maar eigen risico is iets wat wij allemaal in Nederland verplicht hebben. Dat is het bedrag dat je zelf in ieder geval ieder jaar moet betalen wanneer je zorg uit de basisverzekering gebruikt. Komend jaar, net als in de afgelopen jaren, is dat €385. Dat is dus wat we noemen het verplichte eigen risico. En je kan nog vrijwillig ophogen in stapjes van 100 vaak. Bij sommige verzekeraar in één keer van 100 naar 500 maximaal. Waardoor je op een eigen risico van €885 per jaar uitkomt. Ja, het leuke daarvan is dat je dan wat minder premie betaalt. Minder leuk is dat wanneer je toch zorg nodig hebt, terwijl je dat misschien niet hebt verwacht, maar je loopt onder de tram. Een ritje met de ambulance kost al iets van €900. Dan ben je gelijk door je eigen risico heen. Dus je moet dit soort keuzes maken wanneer je zeker weet dat je het kan betalen. Dat is het eigen risico. Aan de andere kant heb je de eigen bijdrage. Er zijn bepaalde vergoedingen die überhaupt niet volledig worden vergoed uit de basisverzekering. Denk daarbij aan hoortoestellen. 25% van de rekening van een hoortoestel moet je zelf ophoesten. En dat is wat we noemen eigen bijdrage. Want over dat bedrag dat je wel vergoed krijgt, die 75%, is nog steeds wel gewoon het eigen risico van toepassing. Dus belangrijke verschillen. Eigen bijdrage heeft te maken met niet alles wordt vergoed. En het eigen risico is, het wordt wel vergoed, maar je moet eerst een stukje zelf bijdragen. Oké, dat is duidelijk. En nou is de basisverzekering voor iedereen verplicht. Ja. En dan, je kunt dan kiezen of je een aanvullende verzekering nog wilt nemen. Ja. En binnen die aanvullende verzekering zien we echt heel grote verschillen, toch? Ja, nou ja, je ziet natuurlijk grote verschillen in de mate waarop je een aanvullende verzekering kan afsluiten. Je kan, laten we zeggen, een brons variant nemen of een zilver of een goud. Waarbij de brons de voordeligste is, maar daar zit ook het minste aan extra dekkingen in. Extra dekkingen als fysiotherapie of alternatieve zorg of wat dan ook, tot aan de goud aan toe. Waarin bijvoorbeeld de eigen bijdrage van die hoortoestellen, die ik net noemde, geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. Dus er is een hele range binnen één verzekeraar. En verschillende verzekeraars die deze aanvullende dekkingen bieden, kiezen er soms wat meer de nadruk op de ene variant. Of die gooien iets meer fysio erin dan de concurrent. Dus dat is belangrijk voor jezelf om altijd goed na te kijken. Van, nou, wat heb ik nodig? Bij welke verzekeraar vind ik dat wat ik nodig heb? Hetzelfde geldt voor de aanvullende tandartsverzekering. Kleintjes tot hele grote. Belangrijk kenmerk van de tandartsverzekering is dat het een vrij dure verzekering is. Daar komen we later nog wel even op terug. Daar heb ik nog wat over te vertellen. En dan zijn er zelfs nog verzekeraars die zeggen, nou, we gooien alles in één hoop. Die maken een soort combinatie aanvullende dekking. Dus die zetten en fysiotherapie en alternatieve zorg en dat soort zaken samen met tandartsverzekering in één pakket. Maar ja, wanneer je nooit naar de tandarts gaat, omdat je bijvoorbeeld een kunstgebit hebt, ja, is het dan wel handig om die combinatie variant af te nemen, want je betaalt er natuurlijk wel voor. Ja. En we hebben inmiddels wat vragen binnengekregen van kijkers. De eerste vraag die ik hier zie is, hoe krijg je nou zicht op de contracten die verzekeraars voor volgend jaar hebben afgesloten met die zorgverleners? Want hoe weet je dat nou? Nou, dat is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Er zijn twee manieren waarop je dat kan doen. Je kan natuurlijk naar de website van de verzekeraar gaan, daar waar je mee bent aangesloten of waar je oog op hebt laten vallen. En daar ga je op zoek naar wat ze noemen de zorgzoeker. Sommige websites van sommige verzekeraars die zijn daar wat lastig in. Dus dan vul je, wat mij betreft op Google, vul je in de naam van je verzekeraar met de naam zorgzoeker en die leidt je er naartoe. En daar kan je eigenlijk alle vormen van zorg die zij vergoeden, kan je daar opzoeken met ook de zorgverleners die zij onder contract hebben staan.
Dus het is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Je moet alleen het wel even opzoeken. Ja, ja. Maar het is dus wel allemaal op te zoeken. Ja, zeker. Ja, 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 ja. Ja. En je vertelde net al dat je zelf kunt kiezen voor bijvoorbeeld een hoger eigen risico. Maar is het dus verstandig om zo'n hoger eigen risico te nemen? Hoe kan je dat nou juist inschatten? Ja, ja, dat is ook lastig. Het is, kijk, een hoger eigen risico, ik heb net al even gezegd, resulteert in een lagere premie. Maar de... Het verschil in premie, bij elkaar opgeteld over het hele jaar, is niet zo groot als het voordeel dat je hebt, of het nadeel dat je hebt van het hogere bedrag. Dus €500 extra eigen risico levert niet ook €500 extra premiekorting op. Dus je moet wel van tevoren eigenlijk kunnen inschatten, en dat is natuurlijk lastig, ja, wat gaat er komend jaar gebeuren? Uitgaande van wat je gewend bent bij jezelf. Van nou, de afgelopen jaren is dit en dit en dit al dan niet gebeurd. Nou, misschien durf ik het risico wel te nemen. Maar ja, niet iedereen heeft ook zomaar €500 of €885, want dat is het hele bedrag, op de plank liggen. Dus het is echt een persoonlijke afweging. En je kan het laten doorrekenen. En daar kan je de adviseur voor inschakelen. Oké. Okay. Ja. En laatste vraag voor dit blokje. Wat is nou het gevolg van het verdwijnen van die korting op de basisverzekering? Want er waren natuurlijk ook veel mensen aangesloten bij het AMBO Zorgcollectief. Ja. Ja. Wat zijn de gevolgen? Ja, nou, het belangrijkste gevolg is natuurlijk dat de premie... dat er geen korting meer op geldt. Het open deur die ik hier even intrap. Maar kijk, de korting, en dat werd gezegd in de media, en dat klopt ook, de korting werd voor een belangrijk deel betaald door degenen die geen korting hadden. Dus er was een opslag in de premie, en uit die opslag werd dan de korting betaald. Nou, dat was voor degenen die een hoge korting hadden, was dat dan wel aardig. Maar de mensen die niet aan een collectiviteit meededen, ja, die betaalden dan dat financiële gelag. En daarvan is gezegd, daar stoppen we mee. Wat je daarmee is gecreëerd, is wel dat er een soort gelijk speelveld is ontstaan. Want de basisverzekering is de basisverzekering. De premie die je ziet, is de premie die je betaalt. En dan is het, bij welke verzekeraar vind ik datgene wat ik zoek? Zowel in premie natuurlijk, als in dekking. Oké. Nou, we hebben dus nu een aantal vragen van u beantwoord. Maar wij willen nu graag een vraag aan u stellen, die u dus kunt beantwoorden via de chatfunctie. Even kijken of we die in beeld krijgen. Hij doet het niet. Oh, nu wel, ja. Dat is namelijk de vraag: overweegt u om komend jaar een aanvullende verzekering af te sluiten? Via de chatfunctie kunt u daar dus op antwoorden. En terwijl wij wachten op de antwoorden die mensen geven, Jeroen, welke trend zien jullie bij Heilbron in die vraag naar aanvullende verzekeringen dit jaar? Ja, je ziet twee trends. Je hebt de trend op het gebied van de basisverzekering en op het gebied van de aanvullende verzekering. En in allebei de gevallen is dat wel een beetje hetzelfde. Men gaat toch wel wat meer op zoek dan voorgaande jaren. En dat heeft alles natuurlijk te maken met de huidige financiële of economische situatie. Men gaat op zoek naar lagere premies. Dus wanneer er zijn er die hebben een restitutieverzekering en die kiezen toch voor een Natura-variant. Er zit al gauw een tientje tussen. Of de mensen die gaan naar de budgetverzekering. En dat zie je eigenlijk ook wel in de aanvullende dekkingen. Mensen gaan van hun, om dezelfde benaming te gebruiken, van de goud naar de zilver, of van de zilver naar de brons, of die gooien er helemaal uit, of die stoppen met de tandartsverzekering. En dat is wel iets wat je tegenkomt in de gesprekken die wij in ieder geval voeren aan de telefoon. Dat zijn er nogal wat. En dat is wel een belangrijke rode draad die wij momenteel al zien. Ja, ja, ja. Absoluut. Ja, in aanloop naar dit webinar hebben wij dus ook een peiling gehouden. En daarin zei dus iets meer dan 80% dat ze nu al een aanvullende verzekering hebben. Dus ik weet niet of wij inmiddels kunnen zien wat de resultaten zijn van de poll. Want wij hebben namelijk in die peiling, zei dus op die vraag van ja, die ga ik nieuw afsluiten, was 8%. Die heb ik nu ook al 65%. Daar ga ik juist mee stoppen, was 3%. En nee, die heb ik nu ook niet, 13%. Dus het valt wel op dat heel veel mensen ook een aanvullende verzekering hebben en die dus ook willen houden. En wat wij hier nu zien in de resultaten van deze polvraag,
Die ga ik nieuw afsluiten. Dat is toch wel flink hoger, 20%. Ja, de peiling is ook een paar weken geleden gehouden. Dus het kan heel goed zijn dat mensen zich er inmiddels in hebben verdiept. En nu dus zeggen van, ho, het is misschien toch wel goed om dat te gaan doen. Ja. Dus dat is wel heel goed om te zien. En daar ga ik juist mee stoppen, dat zegt 5%. Dus dat blijft een beetje laag. Dus hieraan zien we dus nieuw afsluiten en mensen die het al hebben. Dat is dus echt, nou ja, 95%. Ja, en het is ook wel grappig om te zien dat dat weer een beetje, nou niet volledig haaks, maar een beetje haaks is wat ik net heb verteld. Want de trend die ik net heb verteld, die wij ook echt al aan de telefoon merken, is dat mensen op zoek gaan naar voordeligere varianten. Dat neemt dus niet weg dat er kennelijk nog steeds veel mensen zijn die zeggen van, nou weet je, ik ben bereid om op voorhand wat premie te betalen om een eventuele kosten die kunnen oplopen komend jaar, om die op die manier te dekken. Ja, en dit zegt want als je het in je portemonnee hebt, dan doe je het zo. En dit zegt natuurlijk ook nog niks over hoe uitgebreid deze aanvullende verzekering is die mensen misschien willen afsluiten. Ja. Dus dat is interessant om te zien. We gaan nu over naar de aanvullende verzekeringen. Wat zijn de belangrijkste redenen voor mensen om een aanvullende verzekering te nemen? Ja, nou, ook dat komt uit een onderzoek dat is gedaan niet heel lang geleden onder ongeveer 4300 mensen. En daar waren drie keuzes die men kon maken. Je ziet dat meer dan de helft van de mensen die zegt, ja, is simpelweg, ik heb het nodig. Ik zie voor komend jaar of voor de komende jaren zie ik bepaalde zorgkosten op me afkomen, waar ik het verstandig voor vind om een aanvullende verzekering voor af te sluiten. Daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen die zeggen, nou weet je, ik weet het niet helemaal zeker, maar voor de zekerheid sluit ik hem af. Hè. Dat is 44% van de mensen heeft dat gezegd. Ik wil gewoon de zekerheid hebben dat als er iets gebeurt, dat ik in ieder geval veilig zit. En er was ook nog een deel die zei van, nou, ik vind het sowieso zo belangrijk dat ik zelfs ga voor een wat hogere dekking dan voorheen. Op basis van wat er het afgelopen jaar of jaren is gebeurd. Maar je kan wel zeggen dat de meeste mensen sluiten hem simpelweg af omdat hij nodig is. Ja. Ja. En we hebben ook in die peiling gevraagd dus om redenen waarom ze dus geen aanvullende verzekering afsluiten. En wat was daarop de reactie? Je kan een aanvullende verzekering natuurlijk afsluiten en vervolgens hem eigenlijk nooit nodig hebben. En dan, dan kan je net zo goed ermee stoppen. Dus geen gebruik in het verleden. 26% van de mensen zegt, ja, ik heb nooit nodig gehad, dus ik ga het voor komend jaar ook niet doen. Of men zegt, ik verwacht eigenlijk komend jaar niks, ik gooi hem eruit. Dan de belangrijkste twee redenen ik vind het te duur. En dat risico nemen valt er wel een beetje, heeft een beetje mee te maken. Want als je hem te duur vindt, je kan het niet betalen, of je kan het wel betalen, maar je wil het niet betalen. Zeg maar, nou, weet je wat, ik ga ervan uit dat er niks gebeurt komend jaar. Laat ik het maar niet doen. Bespaar ik geld uit, gebeurt er toch wat? Ja, so be it. Ja. Ja. En nou dekken aanvullende verzekeringen heel diverse behandelingen. En daar hebben we ook in de peiling naar gevraagd van, wat is voor u dus belangrijk om in uw aanvullende verzekering te regelen? En Jeroen, jij kan daar meer over vertellen wat daar uitkwam. Ja. Ja. Niet geheel, verrassend. Fysiotherapie. Toch wel veruit de belangrijkste reden waarom mensen een bepaalde vergoeding zoeken in de aanvullende dekking. 86% van deze 4300 respondenten althans heeft dat gezegd. In de vergelijker die wij, de online zorgvergelijker die wij gebruiken, daar zie je het ook wel in terug. Heel veel mensen kiezen wanneer ze op zoek zijn naar een aanvullende verzekering voor de vergoeding voor fysiotherapie. Het is niet iets wat standaard in de basisverzekering zit. Daar gelden wat voorwaarden voor. Daar kan ik zo nog wel wat iets over vertellen. Als je van je paard valt, wil je toch graag naar de fysiotherapeut kunnen. En vandaar. Hoortoestellen hebben deze mensen aangegeven. Toch wel prettig als die laatste 25% van de vergoeding uit de basisverzekering, dus de eigen bijdrage waar ik het net over had, dat dat ook wordt betaald. Want het zijn toch geen misselijke bedragen die hoortoestellen wat daarvoor gevraagd wordt. Lopen we het rijtje af. Vergoeding brillen, lenzen zit erbij. Vergoeding kunstgebit. Voor kunstgebit geldt namelijk ook
een eigen bijdrage van 25%. Dus dat moet je zelf betalen. Nou, dan moet je ook nog het eigen risico betalen. Dus dat kan aardig in de papieren lopen. Dan heb je een aanvullende dekking waarin die laatste 25% geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. Ja, dan kan het natuurlijk wel interessant zijn om daar een aanvullende verzekering voor af te sluiten. En dat is dus kennelijk ook waar men naar op zoek is. Ja, maar dan heb je binnen die aanvullende verzekeringen dan ook nog weer diverse pakketten. Dus hè, met een oplopende dekking, ja. Zoals je het net ook al noemde, met dat goud, zilver, brons of iets dergelijks. Ja. Dat is natuurlijk wel heel lastig. Van waar moet je daarbij nou op letten? Ja. Want je weet natuurlijk van tevoren nooit wat je nodig hebt. Ja. Nee, klopt, dat weet je ook niet. En daarom is het ook wel verstandig, zeker als je echt op zoek bent naar een goede aanvullende verzekering, eentje die betaalbaar is, waar je wat echt wel mee uit de voeten kan, om gebruik te maken van een adviseur. Ik denk dat dat sowieso slim is om te doen. Er zijn genoeg mensen die zeggen van, nou god, dat kan ik helemaal zelf, prima. Dan kan dat natuurlijk ook. Je kan bij de verschillende verzekeraars op zoek gaan naar wat er allemaal is. Of je maakt gebruik van die zorgvergelijker waar ik het net over had. Ik denk dat Yvette daar zo meteen nog wel wat over gaat vertellen. Maar ja, weet je, in het begin zo gaat het erom. Ja, welke kosten verwacht je komend jaar? Hè? Kies op basis van de kosten die je denkt dat je gaat krijgen. Omdat je weet dat je een bepaalde aandoening hebt of anderszins. Kies op basis daarvan wel of niet een aanvullende verzekering of tandartsverzekering. Let op zaken als, ik heb hem er ook bij gezet, specifiek omdat ik dat wel iets vind dat altijd wel even aandacht behoeft. De brillen en lenzen. Je moet de mensen de kost geven die alleen een aanvullende verzekering afsluiten voor brillen en lenzen. Maar de hoogste dekking brillen en lenzen zit in de orde van grootte van, ik geloof, €150 in 2 jaar tijd. En dan betaal je een premie die over diezelfde 2 jaar tijd 3-4 keer zo hoog is. Dus ja, waarom zou je daar dan speciaal een aanvullende dekking voor afsluiten? Want het kost eigenlijk meer dan het oplevert. En er zijn mensen die eigenlijk meer uit gewoonte dan dat ze daar specifiek heel bijzonder over hebben nagedacht zeggen, weet je, ik sluit een aanvullende dekking af, ik heb de aanvullend zilver, de partner gaat erbij en allebei heb je die aanvullende verzekering. Maar ja, voor hetzelfde geld, de ene moet heel vaak naar de fysiotherapeut en daar heeft hij helemaal nergens last van. De ene heeft wel een tandartsverzekering en de andere heeft een kunstgebit. Ga er niet zomaar van uit dat je allebei dezelfde zorgkosten hebt. En dat kan je dus ook geld schelen, zowel aan de premiekant als aan de vergoedingenkant, wanneer je voor je ieder afzonderlijk zijn dekkingen gaat uitzoeken. En misschien kom je dan wel bij 2 verschillende verzekeraars uit. Zelfs dat is mogelijk. En dat vergeten veel mensen nog wel eens. En ik denk dat daar veel op te besparen valt. Oké. Okay. En hier hebben we ook nog iets van bijzondere kosten bij de tandarts. Ja. Tandartsverzekering is een wat bijzondere verzekering. Er wordt immers alleen maar tandartsvergoeding wordt daaruit betaald. Dus dan is het, je zou bijna kunnen zeggen, het is een soort inkoop van zorg voor jezelf. En verzekeraars merken dat ook. En dat merk je ook in de premie. Want de gemiddelde premie op een tandartsverzekering over het hele jaar, je betaalt ongeveer 75% van het bedrag dat je vergoed krijgt over het hele jaar, leg je zelf in aan premie. Het is een soort luxe spaarrekening als het ware. En daar heb ik ook een berekeningetje voor gemaakt. En dat is natuurlijk voor iedereen anders. Het geeft ook alleen maar een idee aan van wat je zou kunnen verwachten. Stel, je gaat eens per jaar naar de tandarts. Ik ben zelf ook de gelukkige dat ik een goed gebit heb. Ik ga 1 keer per jaar voor controle naar de tandarts. En daar zijn vaste tarieven voor. De tandarts moet rekenen niet meer dan €25,27 voor een controle. Nou, ze hebben er altijd een handje van om een röntgenfoto te maken en zeggen, doe ook nog maar even een gebitsreiniging. Nou, vroeger deed het anders dat zelf, daarvoor ga je nu naar een andere persoon. De kosten van zo'n sessie, €73,91. De laagste aanvullende dekking voor een tandartsverzekering is gemiddeld in Nederland €250. Ik heb gekeken wat dat kost en ik heb daarvoor gebruik gemaakt van de premie van 6 verschillende verzekeraars in Nederland. En dat is ongeveer €186 aan premie op het hele jaar. En daarvoor krijg je terug €250. Dat betekent dat als je maar 1 keer per jaar deze kosten maakt, €74, dan betaal je dus €112 eigenlijk te veel. Want dat krijg je niet vergoed. En aan de andere kant ga je 2 keer zo vaak en je hebt hetzelfde, dan nog steeds zie je dat je te veel, tussen aanhalingstekens, betaalt.
Maar goed, wat ik zeg, het is natuurlijk voor iedereen anders. Er zijn mensen die hebben een 500 euro dekking. Daar kan je de berekening ook op loslaten. En er is een omslagpunt. En op het moment dat het omslagpunt daar is, en dat kan je vrij aardig wel inschatten, hè, in overleg met je tandarts, kan je ervoor kiezen om toch voor een hogere dekking te gaan, of überhaupt voor een dekking te gaan. Want dan kost het niet meer dan het oplevert, maar dan is het andersom. En dat wordt ook nog wel eens door mensen, snap ik ook, want het is immers een verzekering, over het hoofd gezien. Ik verzeker me voor tandartskosten, maar eigenlijk koop je de zorg ook een beetje in, en dat zie je ook aan de premie die je betaalt, 186 euro voor een dekking van 250. Ja. Over die aanvullende verzekeringen zijn ook wel weer aardig wat vragen binnengekomen van kijkers. In eerste instantie, is een tandartsverzekering dus een verzekering of een spaarpotje van, voor het betalen van eventuele behandelingen? Dat is eigenlijk wat ik net al een beetje zei. Het is in zoverre een spaarpotje dat je legt een bedrag in en je krijgt er een vrij forse vergoeding over. Maar je moet dan ook wel die hele vergoeding eigenlijk wel gebruiken. Wil je er niet op achteruit gaan in kosten per jaar. Op het moment dat je weet dat er iets bijzonders staat te gebeuren, dan kan je dat spaarpotje dus wel gaan starten. Want dan krijg je natuurlijk veel vergoed. Tot op zekere hoogte, uiteraard. En is er in het algemeen iets te zeggen of het nou wel of geen zin heeft om een aanvullende verzekering af te sluiten? Ja, dat is moeilijk. Het is toch echt wel iets dat persoonlijk is. Ja. Als je veel sport, dan is de kans aannemelijk dat je ook eens een keer ergens last van hebt, dat je naar de fysiotherapeut moet. En dan kan het interessant zijn om wel een aanvullende verzekering af te sluiten. Maar het is zodanig persoonlijk dat het verstandig is om dat dan te bespreken met een adviseur of met elkaar en uitzoeken. Dus in algemene zin, ja, natuurlijk kan het verstandig zijn om het te doen. Je kan immers ergens tegenaan lopen. Ja. Maar aan de andere kant... Ja. En nou stond natuurlijk ook fysiotherapie stond echt hoog in de lijst van waarom mensen een aanvullende verzekering afsluiten. Is het misschien voor veel mensen ook goedkoper om die fysiotherapie toch zelf te betalen, dus daarvoor niet verzekerd te zijn? Ja. Fysiotherapie kost per consult ongeveer 35 euro. Reken maar uit. Pak een gemiddelde aanvullende verzekering met, noem eens wat, 9 fysiodekkingen per jaar. Kijk wat dat kost per jaar. Er zit natuurlijk nog veel meer in dan alleen fysio. Er zitten ook nog andere dekkingen in diezelfde aanvullende verzekering. Misschien heb je daar nog wel wat voor nodig. Maar als je 9 keer naar de fysio gaat, 9 keer 35 euro, zet dat af tegen een aanvullende dekking en wat dat aan premie kost. En dan weet je het snel genoeg. Ja. Dus ook hier geldt het weer. Ja, het hangt heel erg van je persoonlijke situatie af. En het hangt ook van je portemonnee af. Ja, weet je. Dat is voor iedereen anders. Ja. En stel nou dus dat je een aanvullende verzekering hebt met daarin 9 fysiotherapiebehandelingen per jaar. En je gebruikte dat jaar maar 5. Kan je die 4 meenemen naar het volgende jaar? Bij de meeste niet. Nee, er zijn nu inmiddels 2 verzekeraars die dat doen. Overigens tot een maximum. Je kan niet onbeperkt alles meenemen. Stel dat je 20 consulten verzekerd hebt en je gebruikt ze allemaal niet, kun je ze niet allemaal meenemen. Maar misschien is het wel iets dat in de toekomst wat meer gaat voorkomen bij meer verschillende verzekeraars. Er zijn er nu 2 die het doen. Dat zijn CZ en Ora. Allebei, wat ik zeg, tot een bepaald maximum. En voor een kleine meerprijs betaal je dan. En dan kan je een deel meenemen. Ja, dat kan. Ja, dus dat kan voor mensen interessant zijn. Maar dat hangt ook weer af van de persoonlijke situatie. Dat hangt van de persoonlijke situatie. Overigens, degene die je nu meeneemt naar volgend jaar, en je zou ze volgend jaar ook niet gebruiken, dan kan je die niet ook nog eens een keer meenemen. Dat je soort gaat stapelen. Dat kan dan weer niet. Nee. Ja. En er komt de vraag binnen: ik wil mijn partner mee verzekeren, maar alleen extra tandzorg voor haar. Ja. Kan dat ook? Ja. Nou, dat is eigenlijk wat ik net al vertelde, over dat je als partners niet allebei dezelfde dekkingen hoeft af te sluiten. Je kan ervoor kiezen om bij de ene en de andere verzekeraar je aan te sluiten, omdat de ene verzekeraar dit past beter bij jouw wensen. En bij de andere verzekeraar is dat, en het geldt voor de tandarts net zo goed. Je kan dus samen bij dezelfde verzekeraar zitten. Je kan zelfs samen op dezelfde polis staan, zo gezegd, waarbij de ene dekking A heeft en de andere dekking B. Of dekking 0, een dekking wel. Dus dat is allemaal mogelijk. Dus dat soort verschillen kan je gewoon zelf regelen. En is dat ook jouw advies aan mensen? Dus dat je echt kijkt wat elk individueel nodig heeft? Ja. Zeker.
En een volgende vraag. Ik ben boven de 70. Word ik wel geaccepteerd voor aanvullende of tandartsverzekering? Ja, goede vraag. Dat is een vraag die wij ook veel krijgen. Er zijn mensen die denken dat je zelfs voor de basisverzekering bepaalde acceptatie-eisen en vragen daaraan moet voldoen. Nou, dat is niet het geval. Basisverzekering, het maakt niet uit hoeveel zorg je nodig hebt, hoeveel zorg je afneemt. Daar word je altijd geaccepteerd. Bij aanvullende verzekeringen ligt het wel wat anders. De meeste aanvullende dekkingen in Nederland, zowel tandartsverzekeringen als reguliere aanvullende verzekeringen, daar kan je gewoon in. Maakt niet uit hoeveel zorg je gaat gebruiken komend jaar. Maar zodra je in de goudrange komt, hè, of misschien zelfs op platina, of hoe je het noemen wil, waar heel veel dekkingen van een bepaald soort in zitten, dan kan het zijn dat de verzekeraar zegt, nou, dan wil ik van tevoren wel even weten hoe het zit. Want om het heel onaardig te zeggen, we gaan geen brandend huis verzekeren. Dat doen ze dan niet. En dan, over het algemeen, dan vraag je de platina aan. Je vult een vragenlijst in en zeggen ze, nou sorry, maar de goud kan je wel krijgen. Ja. En dan krijg je die aangeboden. En dan is het aan jou om hem wel of niet te accepteren of verder te zoeken. Ja. En een vraag die we ook veel binnenkrijgen. Waarom zijn er in een pakket altijd zoveel onnodige zaken mee verzekerd? Dus waar je dus toch nooit geen aanspraak op zult maken. Een aanvullende verzekering, kijk, het is een verzekering, dus je moet, het gaat erom dat je de risico's moet spreiden. Je ziet het al aan de tandartsverzekering. De tandartsverzekering vergoedt één soort van zorg. Dus de mensen die een tandartsverzekering afnemen, die zullen hem ook gebruiken. En dan zie je dat verzekeraars zeggen, ja, dat de kosten lopen zo hoog op, we kunnen de premie niet te laag houden, want anders dan is het niet te betalen. In de aanvullende verzekering hebben ze ervoor gekozen om daar heel veel verschillende zaken in te zetten. Van fysio tot alternatief tot mantelzorg, naar wat dan ook. Mm-hmm. En daarmee, de ene gebruikt dit, de andere gebruikt dat. Dus je spreidt het risico en daarmee kan je het tarief relatief laag houden. En ik zeg relatief, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, nou, ik vind het allemaal best nog wel duur. En dat is het ook. Het is ook niet heel goedkoop. Dat is de enige manier waarop verzekeringen werken eigenlijk. Je deelt het risico met elkaar en je betaalt ook voor elkaar. Ja. Zijn er verzekeraars of verzekeringen die ook sport vergoeden? Poeh. Sport vergoeden. Dat is zo specifiek, dat zou ik niet eens durven zeggen. Ik meen dat er wel één of twee zijn die lidmaatschap aan een sportschool daar wat mee doen, maar het fijne daarvan weet ik niet. Er schiet mijn kennis tekort. Die wij later dus nog eventjes via onze webinarpagina zullen beantwoorden. En nog iets, dat gaat weer over de tandartsverzekering. Dat leeft toch best wel. Ja. Heeft het zin om een tandartsverzekering af te sluiten als de maximale vergoeding €500 is? Ja, die vraag kan je ook anders stellen. Heeft het zin als het maximaal 250 is? Ja. Of 1000? Ja. Ja, natuurlijk heeft het zin als je van tevoren weet dat de kosten die je gaat maken zodanig zijn dat je er financieel niet bij inschiet om deze aanvullende dekking af te sluiten. En het aardige van tandartsverzekering over het algemeen is dat je vrij aardig van tevoren weet welke kosten je gaat maken. En op basis daarvan kan je dat dan doorrekenen of later doorrekenen. Als je het zelf ingewikkeld vindt, laat je het doen. Ja. Maar ja, het antwoord is ja, dat kan zo zijn. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Nee, ja, een beetje algemeen, maar dat is wel hoe het zit. Ja. En is het financieel aantrekkelijk voor senioren, hè, waar we het hier nu toch vooral over hebben, om dus een aanvullende verzekering af te sluiten? Gewoon op basis van leeftijd? Ja, leeftijd doet er eigenlijk niet toe. Niet als het gaat om de premie. Wel als het gaat natuurlijk om wat je aan zorg nodig hebt. Kijk, naarmate we ouder worden, hebben we meer zorg nodig. Verbruiken we meer fysioconsults. Dan ga je vaker. Er zijn mensen die zweren bij alternatieve geneeswijzen. Ja, dat is ook niet heel erg goedkoop, weet ik. Dus dan kan het natuurlijk financieel interessant zijn om daar wel wat mee te doen. En dat maakt de leeftijd eigenlijk niet zo heel veel uit. Het gaat erom van, wat heb ik nodig? Wat kost het? Wat kan ik eventueel of wil ik eventueel zelf betalen? Ja. En maak op basis daarvan een keuze. Ja. En nou krijgen we vaak ook vragen, niet alleen tijdens dit webinar, maar ook bij ons AMBO-advies. Hoe het zit met lopende behandelingen. Als je dus veel jaarlijkse zorgkosten hebt. Mm-hmm. Kan dus een verzekeraar, stel dat je wil overstappen, kan een verzekeraar je dan, dat je toch geen recht meer hebt op een lopende behandeling? Ja. Vanuit de basisverzekering geldt eigenlijk heel eenvoudig de regel. Je bent
begonnen met een behandeling in een ziekenhuis bijvoorbeeld. Je wilt toch switchen, om wat voor reden dan ook, van de een naar de andere verzekeraar. Verzekeraars nemen dan de lopende behandeling over. Dus je kan daar gewoon in mee. Dat wordt onderling gaan ze dan heel ingewikkeld verrekenen. Dat is allemaal niet zo heel relevant voor nu, maar het komt erop neer. Je bent in een ziekenhuis, je bent onder behandeling voor wat voor aandoeningen dan ook. Je kan gewoon over. Bij aanvullende verzekeringen geldt dat eigenlijk alleen voor de allerhoogste dekkingen. Ja, waar bijvoorbeeld die medische vragenlijsten die je moet invullen. Hè? Ja. Of waar er een wachttijd op geldt, want dat soort verzekeringen zijn er ook. Maar daar hebben verzekeraars wel een afspraak gemaakt. Een soort gelijk oversteken zou je dat kunnen noemen. Heb je bij de ene verzekeraar al jarenlang die hoge dekking, en je wil daarna naar een andere en je wil ongeveer een gelijkwaardige hoge dekking daar, waar dan normaal gesproken een wachtlijst voor is, dan willen ze nog wel eens zeggen van, nou weet je, je hebt daar al bewezen dat het allemaal goed zit, kom maar. Laat het wel even uitzoeken. Ja. Dat is wel belangrijk, want ik weet niet uit mijn hoofd welke dat zijn en wat dan de eventuele voorwaarden daarvoor zijn. Het kan dus wel zonder al te veel problemen. Maar laat het je goed voorlichten, dat is belangrijk. Ja. En zo meer als afsluitende vraag voor dit blokje over de aanvullende verzekering. Heeft het dus zin om een aanvullende verzekering af te sluiten? Het antwoord is ja, als je zorg nodig hebt die daarin zit. Ja, eenvoudiger kan ik het niet maken. Nee, het is natuurlijk ook een hele persoonlijke situatie waarmee je te maken hebt. Dan gaan wij nu over naar het volgende onderwerp van dit webinar. En dat is het overstappen. En daarvoor willen we heel graag weer eerst een vraag aan u stellen. Die u kunt beantwoorden via de chatfunctie. Dus rechts onderin, klik daarop. En dan vragen wij u of u overweegt om over te stappen naar een andere verzekeraar. Is dat A, ja, B, nee of C, ik weet het nog niet. En tijdens het beantwoorden van die vraag, Jeroen, zien jullie dat mensen nu meer op zoek zijn naar informatie, omdat bijvoorbeeld die collectieve korting dus op de basisverzekering verdwijnt, dat er meer mensen het zoeken van, goh, is het interessant voor mij om over te stappen? Ja, en dat zie je ook wel in combinatie met het op zoek gaan naar een lagere premie. Bij dezelfde verzekeraar waar men al is afgesloten, dan wel elders. Maar men is nog wel heel erg in de oriënterende fase. Ik had het net over de zorgvergelijker die wij online hebben staan. En daarin zien wij nu dat het aantal mensen dat daar komt nog helemaal geen keuzes maakt. Dus er wordt heel veel gezocht en we zien heel veel dekkingen aangeklikt worden. Dat kun je natuurlijk allemaal uitmeten aan de achterkant. Dat is heel leuk om te zien. Maar er wordt nog geen keuze gemaakt. Echt nog aan het oriënteren. Dat kan natuurlijk ook nog, hè, tot het einde van het jaar. Ja, en dat geldt ook voor de telefoongesprekken die we voeren. Precies hetzelfde. Men zegt, nou, ik denk er nog even over na. En dan maken we vaker terugbelafspraak. Nou, zullen we dan nog even contact opnemen. Ja. En meestal is het in de week voor kerst, en zeker in de week na kerst, dan wordt het een drukte van je welzijn. En dan gaat in hoog tempo gaan mensen die een beslissing hebben gemaakt, die gaan ermee aan de slag. Ja. En is het nu ook anders dan vorig jaar? De aandacht voor of het zoeken naar informatie over de verzekeraars? Nee, niet zozeer. Oké. Dan gaan we eens eventjes kijken naar de resultaten van onze polvraag. Van overweegt u om over te stappen naar een andere verzekeraar? Ja, zegt 21%. Nee, zegt 18%. En ik weet het nog niet, 59%. Nou, daarmee wordt wel echt jouw verhaal ondersteund volgens mij. Dat er dus heel veel mensen nog heel erg zoekende zijn. Ja. En misschien, want dit is grappig, we hebben het ook in de peiling gevraagd of mensen overwegen over te stappen. Toen was het aantal twijfelaars veel lager, 28%. Ja. Ik denk dus toch wel, juist als je een beetje in verdiept, van goh, misschien is het toch wel interessant, maar wat dan? Ja. Dus, en ook mensen die naar dit webinar kijken, dat die toch de mensen zijn die daarmee bezig zijn om na te denken, kan het voor mij interessant zijn? Ja, en er zit altijd nog een stukje voorzichtigheid in. En mensen zijn ook wel wat angstig soms om over te stappen. Dat woord durf ik ook echt wel te gebruiken, want dat wordt namelijk ook gezegd. Ik ben bang om over te stappen. Dan uiteindelijk wordt dan toch de knoop doorgehakt voor wel of niet overstappen. Hè. Of aanpassen kan natuurlijk ook. Je kan ook gewoon je dekking aanpassen. Ja, dat is ook mogelijk. Ja, dat is zeker mogelijk. Dan is een belangrijk onderwerp natuurlijk, als mensen overwegen om over te stappen, waar ze dan op moeten gaan letten. Kun jij daar iets over vertellen in het algemeen? Want natuurlijk is het weer afhankelijk van een persoonlijke situatie. Ja.
Nou, een aantal punten die hier staan, die zijn eigenlijk net al binnengekomen met de vragen. Dus dat is wel grappig om te zien. De lopende behandeling, daar is net een vraag over gesteld. Nou, hè, wat ik zei, lopende behandeling, let erop. Er loopt al iets. Is het nou bij de tandarts, is het bij de fysio of is het in het ziekenhuis bij een specialist? Het hoeft geen problemen op te leveren, maar laat je altijd goed informeren. Door de verzekeraar of door de adviseur, een van onze adviseurs. Ja, wat kan je verwachten? Belangrijk is natuurlijk, en dat geldt eigenlijk wel voor iedereen die dat op die manier doet. Wat kost het me? Wat krijg ik ervoor terug? En niet heel onbelangrijk vind ik in ieder geval zelf, is de service van de verzekeraar. Steeds meer verzekeraars werken online, werken met apps. Niet iedereen is er even bedreven in of heeft er gewoon, plat gezegd, een bloedhekel aan om dat te doen. Dat kan natuurlijk. Hou daar ook rekening mee. Het is niet de bedoeling dat je ergens halverwege in het jaar denkt, god, ik kom er maar niet uit en ik moet alles online doen. En als ik bel, sta ik 20 minuten in de wacht. Nou, daar kunnen wij dan wel nog een uitweg in bieden. Dan bel ons en dan gaan wij wel voor u in de wacht staan. En ook zo'n punt, medicijnen, geneesmiddelen. Waar veel mensen toch wel moeite mee hebben om goed te bepalen wat ze moeten doen. Ja, ik slik medicijnen, ik ga naar een andere verzekeraar. Wat ja, gaan mijn geneesmiddelen wel, die ik gewend ben in te nemen, gaan die ook wel vergoed worden door de andere verzekeraar? Dat hangt van allerlei varianten en situaties af. Dus ook daarvoor geldt, bespreek dat met de adviseur en laat ook niks achter. Ga niet denken van, goh, dat die informatie is niet relevant als je je adviseur spreekt. Laat dat dan aan de adviseur over of het relevant is of niet. Want er kan zomaar een stukje informatie in zitten die de boel kan doen omslaan in het advies. En dat geldt bijvoorbeeld dus ook voor medicijnen, geneesmiddelenvergoeding. Ja. Ja. Er zijn ook inmiddels weer wat vragen via de chat binnengekomen over het overstappen. Is het bijvoorbeeld ook mogelijk om bij de een basisverzekering en bij een ander een aanvullende verzekering te nemen? Ja. Dat is mogelijk. Niet bij alle verzekeraars, moet ik zeggen. Ik heb ze ook niet scherp welke dat allemaal precies zijn. Maar het is in beginsel is het mogelijk. Hou er wel rekening mee dat er verzekeraars zijn die zeggen, nou, is leuk dat je bij ons alleen de aanvullende verzekering afneemt. Maar dan moet je een opslag betalen. Het is niet dat hogere premie. Ja, precies. Dan betaal je een hogere premie. Het is niet zo dat de dekkingen kleiner worden. Want dat is allemaal veel te ingewikkeld dat ze dat moeten inbouwen in hun systemen, zogezegd. Maar die premieopslag is mogelijk. Ja. En waarom doen ze dat? Ja, dat zal met het verdienmodel te maken hebben. Gewoon ja, heel cru. Als jij alleen een aanvullende dekking afsluit bij een verzekeraar, dan weet de verzekeraar, die kan dan zijn water wel aanvullen, daar gaat gebruik van gemaakt worden. Ja. Want anders kies je wel voor het hele pakket. En net als bij die tandartsverzekering, wat ik net al zei, dan worden de kosten voor de verzekeraar relatief hoog. En het moet ergens uit betaald worden. Ja. En dat kan maar uit één ding betaald worden, dat is uit de premie. Ja, 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 ja. En hoe gaat het overstappen nou in zijn werk? Kun je daar in het algemeen iets over zeggen? Ja, ja. Voor 1 januari van ieder jaar, van het nieuwe jaar, is wat wij noemen de zorgcampagne, de overstaptijd. In die periode kan je kiezen voor een nieuwe verzekeraar. Wanneer je een nieuwe verzekering aanvraagt, zegt je nieuwe verzekeraar de oude op. Hoef je zelf helemaal niks voor te doen. Maar het kan ook voorkomen dat je zegt, nou, weet je, ik weet het nog niet zo goed, maar misschien wil ik wel overstappen, maar ik heb het druk, kerstdagen, andere redenen. Wat nu als ik mijn verzekering opzeg tussentijds? Nou, dat kan. Je kan tussen half november en eind december kan je verzekering beëindigen. Dat moet je dan wel zelf doen bij de verzekeraar. En dan kan je heel januari nog op zoek gaan naar een nieuwe verzekeraar. Dan ben je natuurlijk een tijdje niet verzekerd, zo gezegd. Maar dat is niet zo erg, want op het moment dat je hem hebt aangevraagd, is de dekking vanaf 1 januari geldig. Mocht je toch zeggen van, nou, ik wil eigenlijk toch terug, dat kan ook. Dan laat je aan je oude verzekeraar weten, nou, ik heb spijt, doe mij alles maar wat ik al had en dan word je gewoon weer teruggezet. Ja, maar iemand loopt dus niet onverzekerd rond? Nee. Dat in elk geval. Nee, nee, dat mag ook niet. Zelfs de verplichting om verzekerd te zijn. Ja, ja, ja. Ja. Volgende vraag die we binnen zien komen. Ik zou graag een collectieve aanvullende verzekering willen afsluiten. Hoe doe ik dat? Nou, als het gaat om de collectieve aanvullende verzekering van de AMBO is het niet zo heel ingewikkeld. Je belt met onze helpdesk, laat je informeren. Er is een heel scala aan verzekeraars die we hebben opgenomen in het collectieve aanbod.
En dan wordt het voor je gedaan. Je kan het ook zelf doen en dan ga je naar de website. Ja. En je zoekt zelf uit wat je nodig hebt. En het moment dat je via die website van ons, via die vergelijker, die aanvraag indient, word je automatisch deelgenoot van de collectiviteit. Ja, en straks vertelt Yvette daar natuurlijk nog veel meer over. En zo kan dat ook bij andere organisaties eventueel. Yes. Andere vraag. Is het mogelijk om een betalingsachterstand bij de ene verzekeraar in te lossen en tegelijkertijd over te stappen naar een andere verzekeraar? Het is zelfs verplicht. Je kan namelijk niet overstappen als je een betalingsachterstand hebt. Okay. Zodra je premieachterstand hebt, hoe klein die ook is, laat de oude verzekeraar je niet gaan. Dus je moet hem afgelost hebben voordat je over kan stappen. Dat geldt overigens niet voor eigen risico. Er zijn ook mogelijkheden om je eigen risico in gedeeltes af te lossen, zogezegd. Het wordt vooruit voorgeschoten door de verzekeraar en betaal je termijnen terug. Als daar nog iets van open staat, dat is niet zo'n probleem. Maar okay. Premieachterstand... Wordt nooit toegestaan. Nee, dat is niet toegestaan. Nee, die moet je echt afbetaald hebben. Ja. En is een verzekeraar ook verplicht om dus een partner die bijvoorbeeld dan een zorgvraag heeft, dan ook mee te verzekeren op het moment dat je overstapt? Als het om de basisverzekering gaat, ja. En als het om de aanvullende verzekering gaat, ja, dan is het wat ik net eigenlijk al zei. Heb je een relatief eenvoudige aanvullende verzekering, dan is er geen sprake van verplichting. Dan doen ze dat gewoon vrijwillig. Er worden geen voorwaarden aan vastgehecht. Maar het kan dus zijn dat je voor een heel hoge aanvullende dekking gaat. En dan zijn er verzekeraars die zeggen, onze hoogste dekking, wachttijd. Ja. Of, dus dan mag je wel erin, maar dan moet je een jaar wachten voordat er bepaalde vergoedingen vrijkomen. Of een vragenlijst invullen en zeggen ze, nou, sorry, maar dan heb je het brandende huis weer. Ja. Ja. Dat doen we dan niet. Ja. En iemand vraagt, ik krijg zoveel aanbiedingen van die verschillende zorgverzekeraars. Waar moet je nou op letten? Ja, dat is ook heel moeilijk. Elke verzekeraar zegt natuurlijk de beste te zijn. Ja. Dat is het ook, dat vind ik moeilijk te beantwoorden. Je kan niet per se ergens op letten. Je kan maar eigenlijk op één ding letten, als ik er nu zo over nadenk. Dat is, waar heb je behoefte aan? Wat is jouw zorgvraag? Of je zorgverwachting voor komend jaar? En op basis daarvan maak je een keuze. En dan zijn er 20 verzekeraars met 20 websites. Kies voor één vergelijker waar alles in staat. Die zijn ook niet getrouwd met de een of met de andere verzekeraar. En op basis van je keuzes komt er dan een resultaat uit waar je wat mee kan. Maar het is inderdaad, het is verschrikkelijk af en toe. Dat is ook zo, ja. Ja. En dit is ook iets wat we meer horen van, ik ben al op leeftijd en durf niet meer over te stappen. Ja. Wat zou u willen zeggen tegen mensen die daar zo in staan? Dat is wat ik net al zei over dat angstverhaal. Ja. Het hoeft niet. Dat is het enige wat ik kan. Het hoeft echt niet. Laat je informeren, laat je voorlichten. Je bent ook niet verplicht om over te stappen, het hoeft niet. Je mag ook blijven zitten waar je zit. Maar als je denkt van de kosten lopen de pan uit, of ik ben op zoek naar iets specifieks, ga daarnaar op zoek. Neem een adviseur in de arm en maak dan de keuze. En de adviseur zal je ook wel vertellen wat de eventuele haken en ogen zijn. Maar die zijn er over het algemeen niet bij overstappen. Nee. Het is gewoon zo. Dus er is genoeg hulp te krijgen om een goede afweging te kunnen maken of je wel of niet zou moeten overstappen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, daarmee willen we dit deel van het webinar dus afsluiten. Jeroen, dank je wel voor al je informatie. Tot je dienst. Dan gaan we naar het tweede deel van onze webinar. Dat gaat natuurlijk over het AMBO Zorgcollectief. Want AMBO, u kent het, is uw bondgenoot voor een lang en gelukkig leven. De overheid wil dat wij lang zelfstandig blijven. En dus ook lang zelfstandig blijven wonen. En de meeste senioren willen dat zelf ook heel graag. En gezond en vitaal blijven is daarbij nu natuurlijk heel belangrijk. En dat is dus ook een belangrijk thema voor AMBO. En via het AMBO Zorgcollectief en Vitaal Voordeel wil AMBO u daarbij helpen. En wat dat nou precies inhoudt en welke voordelen er voor u aan zitten, dat hoort u nu van Yvette. Ja, dat doe ik even graag. Ja, goedemorgen. Ik wil u eerst even meenemen met het AMBO Zorgcollectief. Zowel Jeroen als Renate hebben het een en ander aangegeven. Het belangrijkste deel is natuurlijk dat het zorgcollectief is dat we afspraken hebben gemaakt dit jaar met een tiental zorgverzekeraars. En er is dus geen korting meer op de basisverzekering, maar op de aanvullende verzekering kunnen wij u tot 12% korting bieden. Ik wil even drie verzekeraars met name noemen. Dat zijn CZ, Univ en VGZ. Zij bieden u 10% korting op specifieke aanvullende verzekeringen, gericht natuurlijk op
de senior, de 60-plusser. En daarbij krijgt hij ook nog eens een keer 25 euro jaarlijkse lidmaatschapsvergoeding. Wat ook nog eens een keer met deze aanvullende verzekeringen, wat denk ik wel belangrijk is om te noemen, dat een aantal van deze verzekeringen zijn wel specifiek gericht op onze, op de 60-plusser, en bieden ook echt wel wat extra's. En het kwam al eerder ter sprake tijdens deze presentatie ook over de ongebruikte fysiotherapiebehandelingen. Dat is dus een van die extra's die bijvoorbeeld een CZ biedt. U kunt daar 5 ongebruikte fysiotherapiebehandelingen meenemen naar volgend jaar. Wat er verder bijvoorbeeld als een idee is, een extra bij Univé, kunt u een gratis gezondheidscheck krijgen, waarbij u dus ook daarna een leefstijlprogramma ontvangt. En een advies daarover wat u precies kunt doen. Verder, we hebben hem al een aantal keer genoemd, de zorgadvieslijn. Het is natuurlijk nu heel fijn dat zij u helpen om te kijken, ja, welke zorgverzekering past nu het beste bij u. Maar ze doen meer voor u. En dat is eigenlijk het hele jaar door. Heeft u een operatie en duurt het te lang, kunt u altijd de zorgadvieslijn inschakelen voor wachtlijstbemiddeling. Zij kunnen zorgen dus dat u eerder geholpen wordt dan wanneer uw verzekeraar het zelf oppakt. U kunt ook terecht met vragen over declaraties, nota's. Zelfs als u op een gegeven moment onmin heeft met uw verzekeraar, kunt u altijd Helbon of de zorgadvieslijn inschakelen. Ik laat u zo het telefoonnummer zien en die ontvangt u ook na afloop van dit webinar. En als laatste is ook al even genoemd, het hulp bij overstappen is natuurlijk ook onderdeel van het zorgcollectief. Ik ga iets te snel, sorry. Daarnaast hebben we tegenwoordig ook, dat is met ingang van dit jaar, hebben wij ontwikkeld het Ambo Vitaal voordeelpakket. En daarbij hebben we alles gebundeld rondom gezond leven, bewegen, voeding en ook geestelijk gezond blijven. U vindt daarbij allerlei advies en tips in het magazine en op onze website. En wellicht dat er ook volgend jaar weer wat meer webinars zijn over deze onderwerpen. Daarnaast kunt u, dat geldt natuurlijk wel alleen voor onze leden, van advies en hulp krijgen van het AMBO adviesteam. Bijvoorbeeld bij vragen over vergoedingen rondom de wet maatschappelijke ondersteuning. Heeft u een traplift nodig? Whatever. U kunt gewoon ons adviesteam bellen. En op het moment als u echt hulp wil, kan ook een van onze vrijwilligers bij u langskomen. Daarnaast bieden we ook nog voordeel bij partners van AMBO, zodat u ook daarbij gewoon nog eens een keer kunt besparen, bijvoorbeeld op 10% korting op aanschaf van hulpmiddelen, het korting op zwemmen, op fitness. Er is voldoende pakket is er te bieden. En er is nog meer op komst, maar daarvoor zou ik zeggen, van hou gewoon de website en het magazine in de gaten. Dan ziet u dat vanzelf. We hebben het al een aantal keer genoemd, de zorgvergelijker en de zorgadvieslijn. Wij helpen u natuurlijk graag bij uw vragen. Wilt u het zelf even een kijkje nemen, kunt u naar onze zorgvergelijker. Daar kunt u uw huidige verzekeraar vergelijken met de verzekeringen uit het AMBO zorgcollectief. En zo kunt u zelf dus de zorgverzekering kiezen die het beste bij uw wensen past. U kunt hiervoor naar www.ambo.nl/zorgvergelijker. Zegt u van, ik heb toch liever gewoon iemand aan de telefoon, neemt u dan gewoon contact op met de zorgadvieslijn. Ook hierbij, ze helpen u dus met het persoonlijk advies geven van wat u nodig heeft. En ook eventueel met het helpen overstappen naar het AMBO zorgcollectief. Het telefoonnummer, u ziet het ook in beeld, 088-121-0202. Werkdagen tussen 9 en 5. En nog extra om te vermelden is dat ze ook op zaterdag 31 december open zijn tussen 10 en 2 uur, zodat u echt op het allerlaatste moment nog uw keuze kunt maken. We weten ook dat een aantal mensen die naar dit webinar kijken nog geen lid zijn van AMBO, maar zich wellicht wel willen aansluiten bij het zorgcollectief. U kunt hiervoor onze ledenservice bellen op 0348-466666. Of direct lid worden als u dat wil via www.ambo.nl/lid-webinar-zorg. Ja, en daarmee met het uitgebreid verhaal, dankjewel Yvette, zijn wij aan het einde gekomen van dit webinar. Zoals ook net Yvette wel vertelde, u krijgt nog een e-mail met daarin een link naar dit webinar. Dan kunt u, als u daar behoefte aan heeft, want er is natuurlijk heel veel informatie gegeven, kunt u het nog eens rustig nalezen.
Mede namens Jeroen en Yvette, dank u wel voor het kijken en hopelijk tot een volgende keer. Dag.